Deze nieuwsuitzending, die wordt humoristisch, want ik ben gek als de hel en ik ga het niet langer nemen. Dat is heel slecht Nederlands, maar op zijn Engels klinkt het goed. I am mad as hell and not going to take it anymore. Dat is genoeg geweest. En daarmee humoristisch. Helemaal niet gezeur of zo. Dat ik Klaas Dijkhoff... dat ga ik voorstellen. Wat zijn de kosten om Klaas Dijkhoff dood te laten schieten? En wat levert het op? Want die Klaas Dijkhoff die kost €8.000 in de maand. Minimaal. Dat betalen we dan gezamenlijk. Dat is dan een goed bericht, maar... Als je één keer geleerd hebt om Klaas Dijkhoff dood te schieten, dan is Joris Demmink ook geen probleem. En dan valt dat pensioen van Joris Demmink vrij. En we hebben trouwens al zijn salaris nog te goed, want Joris Demmink heeft kleine kleuters geneukt. Zo, een viespeuk pur sang. En die was trouwens ook van de VVD. En Klaas Dijkhoff ook. Nou, wat gaat Klaas Dijkhoff, die van plan is om Joris Demmings weer aan te stellen om kleine kleuters te neuken in het Anne Frank plantsoen? Ja, Klaas Dijkhoff, die wil dus namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, had eigenlijk de VVDK moeten heten, met de K van Kots. Joris Demmink zat erbij. En dan maakte hij zo'n Klaas Dijkhoff geen enkel probleem over. Nee, het ging over een ambtenaar genaamd Joris. En die heeft niks te maken met... Want ministers... En hij was geen minister trouwens, maar ministers die liegen niet. En dan was er ook die andere minister, ook van de VVD. En die had ook zo'n dik hoofd, zo'n pafferig gezicht. Hoe heet die klootzak ook weer? Ja, ik heb een beetje gedronken. En dat is maar goed ook, want anders kom je door deze bagger niet heen. Er staat hier als titel... Klaas Dijkhoff probeert VVD, Volkspartij Vrijheid Democratie, streepje plan, verlaging bijstand uit te leggen. Maar dat lijkt me ook, ja. Want er waren, kijk, ik wil helemaal geen bijstand. Ik wil dat het volk voldoende geld heeft om voor zichzelf te zorgen. Ja? Als je het volk al het geld afpakt en dan vervolgens gaat zeggen... ja, die en die krijgen bijstand. Je bent een fucking dief, Klaas Dijkhoff. Eerst al het geld afpakken en dan gaat Klaas Dijkhoff bepalen wie er nog wat terugkrijgt. En dat mag dan allemaal, dat heet legale diefstal. Deze man, die schiet hem dood, dan ben je er van af. Nee, niet dat dat moet, maar economisch gesproken is dat zuiniger. Hoeveel kogels heb je nodig? 100? Die kosten 20 cent per stuk. Nou, 0,2 keer 100 is 20. Dus €20. Ja, maar hebben we ook geweren nodig? Ja, maar die geweren die werken daarna nog steeds. Ah, heb je een huur voor het geweer? De geweerhuur. Dan krijg je ook €20 voor. Nou, dan kost het bij elkaar €40. Ja, maar dan moeten die mensen er wel nog naartoe gereden worden. En dat kost ook geld hoor, met benzine. Oké, dan meppen we daar €500 tegenaan. Maar Klaas Dijkhoff, die kost ons €8.000 in de maand.
Ja. Dus 1 maand, 1 keer de moeite nemen om €500 er tegenaan te smijten en Klaas Dijkhoff dood te schieten, dat levert op. Niet dat het moet, het gaat om de rekensom. En by the way, je mag niet liegen. En Klaas Dijkhoff is een leugenaar. Schiet hem dood. Het mag niet volgens Jezus Christus. Dat weet ik ook wel. En ik ben ook helemaal geen Jezus Christus. Als je de Vicarius Christi wil zien, dan ga je maar naar de paus kijken. Maar mijn tenen hoef je niet te likken. Dat vind ik helemaal niet lekker. De laatste keer dat mijn tenen gelikt werden, dat was door een pitbull terrier. Erg. Voor ons Nederlanders. Plato heeft gezegd. Plato is een Griekse filosoof, zo heet hij dan, hè? Die heeft gezegd: als je weigert om te regeren, dan zal je geregeerd worden door idioten. Nou, luister even lekker met me mee naar het geoude hoer van Klaas Dijkhoff van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Klik, HUB. We gaan naar het VVD-partijcongres. Dat was afgelopen weekend en daar hield Klaas Dijkhoff zijn eerste grote speech als VVD-leider. Laten we even naar hem kijken. En dan willen we graag een systeem dat een pechvogel niet hoeft te creperen, maar dat hij wel zijn best doet om er zo snel mogelijk weer op eigen benen te staan. Nou, laten we dan beginnen met een lage uitkering, als het slecht gaat. Ik bedoel, je crepeert niet, maar het schiet niet op. Als je zegt, nou ja, ik solliciteer, nou, stap je erbij. Spreek je de taal, stap je erbij. Volg je een opleiding. Ja, dan ga ik gelijk stoppen. Mijn computer is echt heel traag. Of het internet of zo. Die YouTube komt niet lekker binnen. Maar mijn audio wel, of niet? Hij zei, spreek je de taal, dan krijg je er €50 bij. Onmiddellijke onthoofding. Of haal hem onderuit. Spreek je de taal, dan krijg je er €50 bij. Mooi zo. Dan wil ik per nu €50 in de maand van Frank Dijkhoff. Klaas, sorry. €50, kom maar op, kom maar op, kom maar op. Ja, ik spreek Nederlands, namelijk. Ja. Het is dat meisje gaat met die jongen naar dat feest in die buurt. Dus als je dat kan, dan krijg je €50 van de VVD. Ja, want de VVD is voor de leerplichtwet. Dat alle kinderen die gaan verplicht naar gebouwen. En dat wordt alleen maar geouwehoerd. En die leren daar geen taal. En daar gaat de VVD dan zeggen. Ja, je hebt als kind moest je verplicht naar school. En je mocht niet taal leren want, bij je ouders. Want ja, dat heet thuisonderwijs. En de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie houdt niet van een band tussen ouders en kinderen. Dus we hebben jou naar school verplicht gestuurd. En daar heb je niet leren praten, niet leren lezen en niet leren schrijven. En dus korting op je uitkering. Die homo, dood. Hoe durft hij dat te zeggen? Spreek je de taal, dan krijg je er €50 bij. Ja, ben ik gek geworden over hij zei zo idioot. We weten het toch allemaal. Al die kinderen worden verplicht naar school gestuurd en dan krijgen ze geen taalonderwijs, geen rekenonderwijs, geen geschiedenisles, geen aardrijkskunde moet je vertellen waar Hongarije ligt. Ha 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 ha.
Scheikunde krijgen de kinderen niet. Natuurkunde, nee, natuurlijk niet. Biologie, ben jij gek? Nee, maar als je dan wij hebben dus jou verplicht naar school gestuurd. En dat je niet taalonderwijs kreeg van je ouders, want daar zijn we op tegen. Want wij zijn van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En daar hoort niet bij dat kinderen taal leren. Hè? En wat wij interessant vinden is dat die kinderen die dan geen taalonderwijs gehad hebben, die dat dan toch lukt, die krijgen 50 euro... per maand erbij. Weet je wat een kogel kost, Klaas Dijkhoff? €0.20. En dan een hele mooie. In een doosje. Per 100. Hoe durf je dit te zeggen? Klootzak. Als jij me net zo'n hoe moet je dat zeggen? Een pieslummel is denk ik het correcte Nederlandse woord. Jij bent net zo'n pieslummel. Zo'n bange poepert. Als koning Willem-Alexander. Jij durft niet met mij in gesprek. Homo! Jij kijkt wel linkeruit, hè? Een beetje Nederlandertje pesten. Ja, maar dat moet je goed zien, want ik ben Klaas Dijkhoff. Ik ben van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En ik heb, zoals je ziet, een heel mooi overhemd. En ik heb een vest aan. En een zijde stropdas. En dat vest aan de binnenkant, daar zit ook zijde. En ik ben naar de kapper geweest. En jij, Perry, jij niet. Nee, dus dat ik niet naar de kapper geweest ben, betekent dat ik de homo ben. Nee, hij is de homo. Als scheldwoord dan. Hè? Even los van mannen, want die ken ik ook. En die willen geen seks met vrouwen, maar die willen wel seks. Dus wat doe je dan? Ja, dan heb je seks met honden, of vliegen, of bananen, aardappels, of met mannen. Ja, dat maakt me helemaal geen donder uit. Als jij een aardappel wil neuken, dan moet je lekker doen. Moet ik me daar zorgen over maken. Maar als homo, als scheldwoord. Klaas Dijkhoff is de homo. Laten we nog even naar Klaas luisteren. Dat je eerder aan het werk komt, stap je erbij. En zeg je dan van, nou, ik ben het solliciteren druk bezig. Maar ja, ik snap dat ik het van een ander krijg. Kan ik iets terugdoen voor de samenleving? Nou, mooi. Weer een stapje erbij. Ja, dit gaat over de uitkering. Ik noemde u VVD-leider. Dat was iets te optimistisch. Het is eigenlijk gewoon fractieleider. Zeker. Maar het is toch het opstapje naar het leiderschap uiteindelijk, toch? Statistisch gezien niet. Statistisch gezien loopt het heel slecht af. Meestal wel. Ja. Goed. Laten we proberen nog enig optimisme aan het begin van dit gesprek te hebben. Wat u hier deed was de bijstand bespreken. Nu is er een bijstand met een sollicitatieplicht eigenlijk. En als je daar niet aan houdt, dan heb je kans op een boete. U zegt, laten we het omdraaien. Begin wat lager met die bijstand. Waar ongeveer? Ik heb daar geen bedrag voor in mijn hoofd. De bijstand is nu voor een alleenwonende zo rond de 900 euro. Ja, nee, maar ik heb geen bedrag wat je dan minder moet doen. Zo concreet, dat was ook een illustratie van een van de drie redenen van ongemak die ik zie. Ja, precies. Dus hij weet niets. Wat zijn voorstel is om de bijstandsuitkeringen te verlagen. En mensen die dan weten dat de frase luidt, die jongen gaat met die vrouw naar dat feest in die buurt. Die krijgen 50 euro in de maand erbij. Klaas Dijkhoff is graag een heerser van stupido's. Ja, als je dan weet hoeveel 3 keer 4 is, dat het niet 16 is, dan krijg je €70 in de maand erbij. Kijk, waar het om gaat is dat wij een regering hebben, een overheid, een gouvernantie, die is veel te duur.
En het maakt ons mooi dat je denkt van ja, als je zo'n dure overheid hebt, dan stel je als volk wat voor. Het punt is, het is te duur. Die Klaas Dijkhoff is €8.000 in de maand. En wij maar betalen voor die lui. En dan ha 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 ha. Onze omaatjes die zitten in een bejaardentehuis. En die krijgen geen schone luier. Want dan hadden ze maar moeten poepen om 11 uur voordat die verpleger wegging. Ja, je hebt te laat gescheten, dus morgenochtend ben je weer aan de beurt. Want dan moeten we geld betalen aan Klaas Dijkhoff en zijn organisatie. Ik ben niet boos, daar gaat het me helemaal niet om. Ik vind Klaas Dijkhoff een ongelofelijke lul. Echt een overschot aan mens. Hoe durft hij het erover te hebben? Als je wat wil doen aan de werkeloosheid, dan doen we als eerste loonbelasting afschaffen. Ah. Dat weet Klaas Dijkhoff niet. Klaas Dijkhoff weet niet dat als je iets belast, dat die activiteit minder wordt. Dus als je loon gaat belasten, dan wordt er geen loon meer uitgekeerd. En dan krijg je dus bijstand. En dan gaat meneer dan zeggen, ja, dan gaan we de bijstand omlaag brengen. Ja, schiet een kogel door zijn kop. Maar van tevoren aankondigen natuurlijk. Dat zijn familie nog tijd heeft om afscheid te nemen. Maar dan is het knal. En is het afgelopen met Klaas Dijkhoff en al de zijnen. Ik wil niet boos doen. Het gaat mij over economie. Maar als je toch de Klaas Dijkhoff wil zijn van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Ja, lul de waarheid. En wat is fucking democratie? In de ogen van Klaas Dijkhoff. Nou, ik vind zelf dat die aanslagen van 11 september, dat was Osama Bin Laden. En de JSF, dat is echt nodig voor Nederland. En ook de bijdrage aan de Europese Unie vind ik heel erg nodig. En er worden allemaal verhalen verteld dat die mensen bij de Europese Unie cocaïne snuiven. Maar daar moet je ruim over denken, want het volk zelf snuift ook cocaïne. Dus dat ambtenaren cocaïne snuiven, daar moet je niet moeilijk over doen. Perry Winkel? Hé, dat doe ik helemaal niet moeilijk over. Maar jij moet je bek houden en niet meer cocaïne snuiven of met je cocaïne snuivende vrienden champagne gaan drinken op onze kosten. Dan schaf de loonbelasting af, de btw schaffen we af. En de waterschapsbelasting, huurbelasting, wegenbelasting, maakt niet uit. Alles op één grote hoop. En dat is zoveel per maand. En dat betalen wij. En dan niet voor geouwe hoer. Maar we gaan wel even luisteren naar het geouwe hoer van Klaas Dijkhoff. Signaleer. En hier gaat het mij veel meer dan bedragen of de uitwerking om het idee dat er wederkerigheid in het systeem zit. Dat je weer beseft dat we sociale zekerheid hebben, omdat het ons allemaal kan overkomen. En niet het anonieme bureaucratische van nu, dat de ene heeft rechten en de andere heeft plichten en het gevoel dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, is weg. Maar denkt u dat degene die een bijstand ontvangt, denkt dat hij dan alleen maar rechten heeft en geen plichten? Niet iedereen. Ik denk dat de meeste mensen in de bijstand ontzettend balen dat ze erin zitten, er ook niet graag uit willen. Maar dat het systeem wat we eromheen hebben gebouwd, daar niet altijd. Ja, meneer Klaas. Hey, meneer Klaas Dijkhoff, die mij niet wil spreken. Want dan gaat hij down. Neem een YouTube-camera. Huh? En dan hij en ik. Ik maak hem af. Wat denkt die lul wel niet? We hebben hier een BTW van 21%. Ja, en een loonbelasting van 40%.
En dan heb je ook nog onroerend goedbelasting. Dus als je hier godverdomme een eigenaar bent van een huis, dan moet je elke maand betalen aan de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, zodat Klaas Dijkhoff weer een of andere surfverhaal kan houden in zijn zijden overhemd. Of katoen. Maar hij heeft een zijden stropdas. En de binnenkant van zijn jasje is van zijde. Een zijde, ik weet niet of jullie dat weten, want vanwege dat fijne onderwijssysteem wat de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie heeft ingesteld, ja, leert niemand meer wat zijde is. Nou, zijde komt van een rups. Die heet ook de zijde rups. Het is een heel mooi draadje. Duur, jongen. Maar wij, kijk, Klaas Dijkhoff, als je hier naar luistert, ik vind het fantastisch dat je er goed uitziet. Geen probleem. Die stropdas, het is dom. Hè? Het is een beetje dom om je als mens bloot te stellen aan verhanging. Verhanging. Hè? Want als je die stropdas van Klaas Dijkhoff beetpakt en tilt, dan gaat hij dood. Dan wordt het spartelen. En dan is hij dood. Ja, maar waarom loop je met een strop om je nek, Klaas? Ja, is Klaas Dijkhoff er hier om ons te vertellen dat we ons moeten laten vermoorden door de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie? Ik hoop dat ik niet te ingewikkeld overkom. Maar ja. Even Klaas aan het woord. Tijd vermotiveert. Omdat je eerst krijg je te horen, dit is het bedrag. En daarna krijg je dan weer straffen en boetes. In plaats van dat het stimulerend werkt. Dat je zegt van nou, fijn dat je dat doet. Dat je beseft dat het ook van anderen komt. Dat je het terug doet. En dat willen we graag belonen. Dus het is ook niet zo dat ik er een bezuiniging voor heb ingeboekt. In mijn hoofd. Ik merkte alleen dat ja, de manier hoe we nu proberen die wederkerigheid erin te brengen, ja, die is heel erg straffend. En ik denk, ja, misschien als je het omdraait, dat dat gevoel dat we van wederkerigheid er automatisch in komt en het meer belonend kan werken en positief is. Ja, dat betekent dus dat je de bijstand naar beneden brengt. Stel het nu op 950, dan gaat dan even voor het gemak gaat €200 af of zo. En dan zou je kunnen zeggen, spreek je de taal. Oké, nu zegt Jeroen Pauw, dat is ook een leugenaar. De bijstand gaat naar €750 in de maand. Nou, ik weet dat het huren van vierkante meters met een keuken, een toilet en een douche, eventueel een extra kamer, dat kost je €400 à €500 in de maand. Als we dan teruggaan naar €750 wat je krijgt, dan heb je €250 in de maand over. Dan heb je de verplichte volksverzekering. €70 in de maand. En wat hou je nog over? Dus 250, maar dus €180 heb je dan over. Nou, je hebt ook nodig een internetverbinding. Dat kost je €30 in de maand. Die gaat er ook nog af. Dus heb je €150 over. En moet je nog betalen voor je water? Dat is een tientje in de maand. Daar heb je nog €140 over. Moet je nog betalen voor je elektra? Een tientje in de maand, zullen we maar zeggen. Dan heb je nog €130 over. In de fucking maand. Misschien heb je nog een begrafenisverzekering. Ik zou het niet doen hoor, want waar slaat het op? Als jij doodgaat, en, ja. Ja, als ik doodga, dan wil ik wel dat de mensen die opgescheept zitten met mijn lichaam, dat die dan geld hebben voor een feest. Nou, ik helemaal niet.
Ja, ik ben dood. Ja, flikker me in de Rijn. Ja, maar Piri, jij bent chemisch afval. Ja, nou en? Gooi me in de Rijn. Begraaf me bij een eikenboom. Stop mij in een madenboerderij. Maar begrafenisverzekeringen, mensen doen dat. Zoveel per jaar. €1 in een maand. Wat heb je nog over om van ja, te leven? Want je hebt ook toiletpapier. En toiletpapier, dat kost je ook. Dan trekken we dat eraf. Dus al met al, dan heb je het over €130 in de maand. Of 120. En dat gedeeld door 4, want een maand is 4 weken. Dus dan heb je het over 130, 120 gedeeld door 4. En dat is €30. In de week. Nou, 30 gedeeld door 7... Dat is 4, nog iets. Dat is, we hebben het over 4 à 5 euro per dag. Ja, vind je het gek als je een overheid hebt met zijden stropdassen? Je betaalt je helemaal blauw en van de EU, dan moeten ze van Brussel naar Straatsburg en allemaal die brunettes neuken. En sommige daarvan die snuiven cocaïne, maar dat is niet erg, want het volk doet het ook. Ja, hou op! Schande. Een samenleving zorgt en werkt. Eerst zorgen. Dan werken. Dat is een samenleving. Die heeft Frank... Nee, Klaas, sorry. Klaas Dijkhoff. Dat principe heeft hij kapot gemaakt. Niet hij persoonlijk, maar hij verdient zijn centen ermee voor €8.000 in de maand. Ja, dat is wat anders dan een bijstandsuitkering van 750. Lijkt je ook niet? Gaan we nu weer luisteren naar het geouwehoer van Jeroen Pauw en die andere leugenaar. Dan krijg je er €50 bij. Ben je bezig met een opleiding, krijg je er €50 bij. Ben je aan het solliciteren, krijg je er €50 bij. Doe je iets nuttigs voor de samenleving, krijg je er ook €50 bij. Zoiets ongeveer. Ja, die, los van die hoogte van die bedragen. Het systeem, dat is het idee. Het systeem, ja. En dat kan best zijn dat je dan, omdat je heel veel nuttige dingen doet... en op lokaal niveau je daar programma's voor hebt... dat je misschien nog iets hoger uitkomt. Dat is voor mij het probleem niet. Maar dan zit je in ieder geval in het idee... niet van hier geven we je eerst, daarna gaan we moeilijke brieven sturen van goh, zit met solliciteren. Maar dit is toch de groep mensen in onze samenleving die er eigenlijk ongeveer het slechtst voor staat. Mensen die... Die hebben het heel moeilijk en die willen er volgens mij heel graag uit. Dus die hebben dit niet nodig van u? Ja, precies. Kijk, het punt is, wij willen die katholieke kutpaus weg. Alsjeblieft. Zo snel mogelijk. Niet zelfs, niet straks, maar hoite nog verdomme. Die katholieke kutpaus, die kost ons klauwen met geld. Een geouwe hoer op de tv en niet vertellen wat die katholieke kutpaus allemaal heeft uitgefroten. Ja, maar Perry, het was niet de paus, het was die organisatie erachter. Ja, maar die katholieke kutpaus, die stond aan het hoofd. En die staat aan het hoofd. En momenteel heet hij Jorge Mario Bergoglio. Een massamoordenaar toeschouwer. Dat moet Klaas Dijkhoff zeggen. We schaffen die paus af en iedereen die te maken heeft met de paus, weg, weg, weg. En dat laatste, dat was Surinaams. Dat is een hele mooie mop, hè? Hoe spel je kwartje op zijn Surinaams? Dat is K-O-E-W-A-R.
KURTJE. Koewachtje. Weg ermee. Dat moet Klaas Dijkhoff zeggen. Of kom ik nou te nasaal over? De smeerlap. Die paus die kost ons klauwen met geld en allemaal betalen voor de oorlog in Syrië, oorlog in Irak. En dan komt de paus weer langs. Ja, ik wil een oorlog in Afghanistan. En dat kost wel een paar centen. Maar dan krijg je ook wat. En dan geef ik jou allemaal dode kinderen en huilende moeders. Ja, precies. Hoeveel duizenden euro's wil je van mij krijgen? Of wil je een kogel door je kop? Wat heb ik aan huilende kinderen? Nee, die kinderen huilen niet, want die hebben we doodgeschoten. Dus dat huilt niet meer. Smeerlappen. Misschien hebben zij de prikkel. Niet iedereen van hen heeft die prikkel nodig. Nou, die zal het dus ook geen bal. Wat? Niet iedereen van hen? Wie is fucking hen? Niet iedereen van de mensen die wij tot armoede hebben gebracht, willen geprikkeld worden. Er zijn die mensen en die denken, fuck you, Klaas Dijkhoff. Je hebt de samenleving vernacheld. En ik moet gaan werken, maar waarvoor? Klaas Dijkhoff weet wel degelijk dat als je hier in Nederland een onderneming wil starten, nou, dan komen de ambtenaren op je af. Ja, je hebt Pieter Gerardus, heb jij betaald, 100 euro en wij willen 40. Huh? Dus als jij een ondernemer bent en je geeft iemand 100... dan wil de overheid 40. Huh? Want je mag hier in Nederland niet iemand geld geven voor een bewezen dienst. Daar wil de paus, die fucking, geen vieze woorden zeggen, maar die overheid, die wil daar percentages van. Ja, dan breng je de economie mee omlaag. Klaas Dijkhoff, moet ik jou gaan voorlezen uit het werk van Karl Marx? Gewoon tot straf. Ja, ik ben geen Karl Marx fan, dat snap je wel. Want Karl Marx was van de katholieken. Maar Karl Marx heeft wel een aantal dingen moeten opschrijven die waar zijn. En dat geldt zoiets als de economie. Jeetje, wat erg, man. En kijk, het is een goed bericht dat ik hierover loop te zeuren. Maar het is geen goed bericht dat iemand zoals ik hierover moet zeuren. Het is erg. En dan komt Klaas Dijkhoff. Kijk naar hem, want we hebben hem nog niet in deze tijd dan nog niet doodgeschoten. Scheelt een hoop geld. En een klein deel dat wel moeite mee heeft en door die boete zich juist nog minder gemotiveerd voelt, daar kan het bij helpen. En ik denk breder naar de hele samenleving, dat het kan helpen om bij bijstand, maar ook bij andere systemen, het gevoel van wederkerigheid terug in te brengen. Ik denk dat het idee dat we allemaal in één samenleving zitten, dat daar een paar ongemakken bij zijn, delen we allemaal wel dezelfde waarden. Draagt iedereen bij. Wat? Dat we allemaal in dezelfde samenleving zitten en dat levert ongemakken? Nee, dat levert helemaal geen ongemakken. We hebben last van die fucking kutbaas. Met zijn oorlogen. Dat kost klauwen met geld, man. Wij betalen hier in Nederland aan de JSF. We denken van jaar dat wij betalen aan de JSF. Wat denk je dat wij per jaar betalen aan de EU? Zodat die cocaïne snuivende brunettes een carrière kunnen maken. En Klaas Dijkhoff die lult daar niet over.
Die zit te zeuren over dat... ja, we hebben allerlei mensen aan de bedelstaf gebracht. En als we nou het nog meer afknijpen, dan gaan ze wel aan het werk. En ondernemingen, ja, die mogen niet. Want daar heb je heel veel regels voor. Want wij zijn van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Dus wij verhinderen dat die mensen aan het werk komen. En die moeten we dan geld geven om ze in leven te houden, maar wel zo min mogelijk. Want wij willen wel mensen die solliciteren. Ja, maar solliciteren bij wie? Als je alle ondernemingschap moeilijk maakt en gaat verbieden, lalalala, ja, dan krijg je werkelozen. Ja, schaf die loonbelasting af, die BTW schaffen we af en accijns schaffen we ook af. Ik begrijp dat Nederland een gouvernant nodig heeft. Een toezichthouder. Best. Prima. Maar wat moet het kosten? Tientje per jaar. En voor de rest moet je afblijven met je tengels van onze poen. En dan niet al onze poen afpakken. En dan dat we allemaal arme mensen krijgen. En zeggen, ja, die moeten we een bijstandsuitkering geven. Maar dat mag niet te hoog zijn. Want dan kan ik niet met mijn mooie mombakkers. Frank Dijkhoff. Ik noem hem gewoon Frank Dijkhoff. Dan kan ik niet met mijn mooie kop op tv komen. Wij beroven de mensen van het geld. En als ze het terug willen krijgen, ja, dat kan wel. Natuurlijk kunnen die mensen dat geld terugkrijgen, want wij zijn van de Volkspartij van Vrijheid en Democratie. En wij willen best mensen wat teruggeven, maar dan willen we wel zien dat ze gaan solliciteren. Hessen al geschreven en 74 brieven. Dat is Limburgs. Ja, wij houden het ondernemerschap houden we echt wel goed in de gaten. Dat het niet ontwikkelt. Dus als mensen aardbeien gaan verbouwen. En die gaan dat in potjes stoppen en die noemen dat dan aardbeienjam. Dan zijn wij er als de hazen bij om te kijken of het echt wel aardbeienjam is. En we willen ook accijns en btw. Jezus. Het was vroeger in de nazi-tijd, hè, waar de katholieken waren dat, hè, met Hitler, Adolf Hitler. Daar hadden ze rekensommen. Wat kost een debiel? Ik zweer, hè? Je mag mijn buik opensnijden. Je mag mijn darmen laten hangen tot op mijn tenen. Je mag mijn pik eraf zagen met een kartelmes. En die mag je opensnijden en frituren, mayonaise eroverheen en uitje erbij, een beetje ketchup, wat mosterd. En die mag je opeten voor mijn ogen. Als ik lieg. En Klaas Dijkhoff, die gaat eraan. Niet meer dan dat je geeft. En hebben we grip op wie er bij ons mogen horen. Dat drie belangrijke zaken zijn die voor ongemak zorgen. Maar heeft u dan het idee dat er veel ongemak in onze samenleving is over de mensen die een bijstandsuitkering krijgen? Ik heb het idee dat dat er ook is, maar dat is niet prioriteit nummer één. Daarom was voor mij een illustratie van het ongemak, maar niet de kern van mijn verhaal. Ja, want die mensen, deze opmerking heeft best veel losgemaakt, dat had u ook wel verwacht natuurlijk. Het is een klassiek punt, bijstandsuitkeringen omlaag. Dus dat mensen daarop reageren is ook klassiek. Ja, moet ik hier nog wat aan toevoegen? Ik ben christen. Ik ken mijn Bijbel. En ik weet van het Oude Testament. Omdat ik christen ben, lees ik ook het Nieuwe Testament.
En Christus zegt, niet doen. Geen geweld. Helemaal niet. Romeinen 12, vers 19. Niet wreken. Het is wel verleidelijk, hè? Het scheelt een hoop kosten. En daar kan je tegen inbrengen van ja, als we Klaas Dijkhoff doodschieten, dan komen daar 10 Klaas Dijkhoffen voor terug. En mijn antwoord is van ja, door blijven schieten. Net zolang totdat ze weg zijn. Ze zijn veel te duur. Wij kunnen dit niet betalen, meneer Klaas Dijkhoff van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Je bent veel te duur. Je hele organisatie is veel te duur. Je mag planten houden, geen enkel probleem. Je mag ook een zoutfabriek gaan beginnen, geen probleem. Je mag een dierenboerderij beginnen met geiten, koeien. Geen probleem. Maar Klaas Dijkhoff, die loopt een mensenboerderij te beheren. Ik ben geen fucking dier. Klaas Dijkhoff van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Ik weet niet hoe je eruit moet komen, hoor. Ik probeer het met humor en even luisteren naar Klaas Dijkhoff. Ziek? Ja, dat ze het verdraaien. Dat is dan jammer, maar wel klassiek. Ja. In welke zin verdraaien? Nou, dat er dus pleidooien, of dat er verweten wordt dat ik zeg, mensen met een uitkering moeten allemaal minder geld krijgen dan ze nu krijgen. Ja, en als je dat de wereld in slingert, dan snap ik dat er ook mensen schrikken. En dat was mijn boodschap niet. Nee, maar het is wel deel van de boodschap. Want u zegt, we beginnen met een lagere uitkering. Ja. En dan krijg je er iets bij als je dit of dit doet. Ja, maar zijn dat er mensen wat die we zeggen, nu doen, is zeggen, ja, we geven je een hogere uitkering. En als je het niet doet, nemen we het af. Dus de spreadsheet is niet zoveel verschillend. Alleen de mentaliteit en het systeem en of je uitgaat van straffen of belonen zit een groot verschil in. Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat even los, als u het dan toch over een spreadsheet heeft, dat ontzettend veel administratie is. Want dan krijg ik er wat bij als ik in de bijstand zit omdat ik aan het solliciteren ben. En als ik dan even gestopt ben met solliciteren, gaat er dan weer wat af. En wie controleert dat op dat moment dan? En dan doe ik vrijwilligerswerk en dan weer 6 maanden. Niet. En hoe werkt dat? Dat is toch. Dat is. Nou ja, VVD zou zeggen: rondpompen van geld is dit. Dat is wat we nu ook doen. Ja. Dus daar is niet meteen een oplossing voor. Het enige wat je hebt is dat je nu, als je moet jezelf gaan melden om vervolgens een straf te krijgen. Nou, dat doe je niet snel. Dus dan heb je een hoop controleurs nodig. Ja. En in het andere model meld je jezelf om iets bij te krijgen. En dat zal wat meer vanuit mensen zelf gaan. Ja, maar moeten daarna gecontroleerd worden of ik ook werkelijk solliciteer. Er moet ook gecontroleerd worden of ik ook werkelijk. Ja, dat draag je dan aan. Net zoals dat. Ja. Nu moet het gecontroleerd worden. Ja. Maar ik zit ook niet in een systeem om mensen heel erg in een controle te brengen. Ik zou gewoon. Waar het mij om ging was, en nog steeds om gaat, is dat je ooit begint met iets. We kunnen allemaal eens pech hebben. Zullen we een systeempje maken dat wie van ons er ook pech heeft, dat we hem helpen? En dan zegt die ander, ja, dat vind ik hartstikke fijn en ik snap dat het van jullie afgaat, dat jullie voor mij moeten werken. Dus ik ga zo snel mogelijk weer bovenop staan. En in kleine gemeenschappen werkte dat lang zo. Ja. En nu hebben we het heel anoniem gemaakt. Ja. En is dat wederkerigheidsgevoel er volgens mij uit. Maar begrijpt u ook dat er een grote groep is? Er is een hoogleraar actief burgerschap van de Universiteit van Amsterdam, mevrouw Kremer, die zegt dat is ongeveer de helft. Die mensen zijn daar gewoon niet geschikt voor. Dat is de belangrijke reden dat ze in die bijstand zitten. Die kunnen niet echt lekker werken. Die kunnen, ja, die functioneren op een andere manier. Jeroen Pauw. Oh. En dit wordt een haat naar jou. Er zijn mensen en die kunnen niet werken. Ja, er is een loonbelasting van 40%. En een btw van 21%.
dat brengt de alles omlaag. Onze regering heeft een staatsschuld. Staatsschuld. Van hoeveel? Waarom? Nou, kijk, als de Nederlandse regering een staatsschuld heeft, dan moet er elk jaar rente betaald worden over de staatsschuld. En die staatsschuld moet daarmee op een niveau gehouden worden, want anders krijgen wij, die helemaal geen zin hebben in werken, zoals Jeroen Pauw, dat we dan wel geld krijgen. Ja, leer mij over economie. Mensen die niet kunnen werken? Nou, dat is heel makkelijk. In de Bijbel staat, hij die niet werkt, zal niet eten. Punt. Ja, maar Perry, nu ga jij ervan uit dat mensen in staat zijn om voor hun eigen regio te zorgen, zonder dat je van die geblondeerde homo's als Jeroen Pauw hebt. Ja, dat beweer ik, ja. Ik denk dat dat kan. Laten we luisteren naar Jeroen Pauw. Hier, dat vinden wij allemaal hier aan deze tafel misschien een beetje raar, maar die zijn er. Ja, ik weet niet of het dan doelt om mensen die niet in staat zijn. Echt niet in staat zijn te werken, ja, daar heb je natuurlijk dan een dispensatie voor. Als jij niet kunt werken, dan ben je arbeidsongeschikt. Dan heb je daar een dispensatie voor. Dus u zegt, die groep die bijstanduitkering krijgt, daar kan ik in principe, aan die hele groep, kan ik dit soort eisen stellen? Nee, mensen die daar binnenvallen en waar je die eisen niet aan kunt stellen, moet je dat ook niet doen. Ja, dat is nu ook het geval. Er zitten nu ook mensen in de bijstand die niet kunnen werken en daar is dan dispensatie. Voor. Dus dat dispensatie heb ik u niet horen zeggen in die stapjes die u deed. En als je nou dat nee, maar dat nam... zit ook in het nieuwe, in het oude systeem, dus daar wijs ik verder niks aan. Okay. Maar goed, het ging mij dus vooral ook om de gedachte erachter. Juist, ik snap hem. Ander ding, u maakt een verschil tussen mensen die deugen en mensen die niet deugen. Ja. Oké, dan kunnen we gelijk stoppen. Ik ga niet verder. Er is geen verschil tussen mensen die deugen en mensen die niet deugen. Dat staat in de Bijbel. Mensen deugen niet. Per definitie. Je hebt wel mensen die dan BTW weten te veroorzaken om Klaas Dijkhoff van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie zijn mooie overhemd te laten betalen. En hij ziet uit naar de volgende BTW-oogst. En de loonbelasting natuurlijk. Ja, je gaat niet zomaar mensen aan het werk zetten. Dan moet de Klaas Dijkhoff, Volkspartij voor de Vrijheid en Democratie, die wil 40% hoor, als je mensen aan het werk zet. En als consumenten wat kopen in de supermarkt, nou, als ze water kopen, dan rekenen we 6%. Dus je koopt voor een euro water. En dan moet je 6% betalen aan Klaas Dijkhoff. Ja, maar dat is niet meer dan logisch. Dat is helemaal niet logisch, Klaas Dijkhoff. Heeft je kont ooit geloofd waar je anus woont? Ja, maar ik zie er goed uit en ik ben met Jeroen Pauw. En ik heb een heel mooi verhaal. Lul jij. Dus dat wordt een heel groot probleem. Want als je Klaas Dijkhoff doodschiet, dan komt er de komende 10 voor terug. En Mark Rutte is ook nog lekker bezig. Nou, ha, 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 ha. We moeten ze allemaal doodschieten.
wordt een groot probleem. Want ze hebben zichzelf helemaal ingedekt met de kleuren van Vitesse. Ja, van alle voetbalclubs ook nog. Hè? Geel en zwart. Ha, 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 ha. Ja, dan moet je daarbij voorbij. Want die arme politieagenten, ja, die draaien €1300 in de maand. Doen nog helemaal geen fok. Afschaffen die handel. En dan moet je dus Klaas Dijkhoff termineren. En Jeroen Pauw. En Marcel van Dam. En Sonja Barends. En die lul van... Hoe heet hij ook alweer? Die Joris Demmink-affaire. Die man die eruit ziet als een kikker. Hoe heet hij nou? Ook zo'n homo. In de slechte zin van het woord dan, hè? Hoe heet hij nou? Met zijn fameuze uitspraak... Een minister ligt niet. Ja, dat is een leugen. Dat alleen al dat je dat zegt, had die man zijn kop moeten kosten. Nee, wij Nederlanders, wij zijn nog aan het leren. En we moeten heel langzaam gaan begrijpen dat er vol idioten zijn, zoals jij zegt, Perry, op z'n Duits, vol idioot. Maar tot die tijd zijn wij aan het leren. Nee, daar word ik blij van. Dat het allemaal nog gaat komen. Dit kan toch helemaal niet? Meneer Klaas Dijkhoff. Meneer Klaas Dijkhoff had moeten zeggen... We schaffen loonbelasting af. We schaffen BTW af. En het volk betaalt voor een bewezen dienst. En niet voor geouwe hoeren in de ruimte. Smeerlap dat hij is. En of we hem doodschieten of niet, maakt geen donder uit. By the way. Dus ik roep helemaal niet op tot geweld. Maar dood gaat hij. Dit had Klaas Dijkhoff nooit mogen vertellen. En Klaas Dijkhoff weet dat de aanslagen van 11 september... dat een toneelvoorstelling was. Een film, net als The Matrix. Maar dan met echte dooien. 3000 in eerste instantie. En daarna nog al die mensen die asbest hebben ingeademd. En die kregen longkanker. Of vergelijkbare diseases. Klaas Dijkhoff weet dat de paus was. Cardinal Egan. Hij heeft erop toegezien. Niets gebeurt zonder toestemming van de paus. Ja, maar de paus heeft heel veel mensen verbrand hoor. Op de brandstapel gezet. En dat was een mis. Ja. Dat was erg mis. Om mensen levend... te verbranden. Ja, Nastrofja, jongens. En Klaas Dijkhoff... Die doet alsof hij een Teletubby is in La La Land. En die zit bij Jeroen Pauw een beetje door te liegen. Maar hij had moeten zeggen... die oorlog in Vietnam... die heeft Amerika klauwen met geld gekost... en 60.000 dode Amerikanen... om dan maar te zwijgen over het aantal dode Zuid-Vietnamezen... Daar had hij over moeten beginnen. Homo dat Klaas Dijkhoff is. Maar ja, dat lult me door. Dus, ja.
wat moet ik eraan doen? Moet ik echt zelf met een Kalasjnikov naar het Binnenhof gaan? En dan kom je dus naar met je Kalasjnikov naar het Binnenhof. En dan heb je die beveiligingsambtenaar. En die moet als eerste onderuit gehaald worden. En je moet precies weten wanneer Klaas Dijkhoff gaat lopen lullen. En dan je Kalasjnikov pakken en dan... Of je wacht tot Klaas Dijkhoff naar buiten komt. Dat is makkelijker. Net als met die moordaanslag die de paus heeft verordoneerd op John F. Kennedy. Een lange afstandsschutter. Of zoals Pim Fortuyn gepakt is. Doen we dat? Het scheelt een hoop geld. Dat kan ik je vertellen. Als je dit soort mensen allemaal door de kop schiet. Moet je even doorschieten hoor. Want ik denk dat je 140 man moet killen. En hoe heet die minister nou ook alweer? Die zei, ministers liegen niet. Ik ga het nu fucking opzoeken op internet. Ministers... Liegen niet. Ivo Opstelten was dat, ja. Ivo Opstelten, echt een smeerlap. Jullie kijken mee op het scherm, hè, man. Wat zat hij nou? Wanneer we aannemen dat ministers niet liegen... sprak Pechtold de waarheid. Wat? Wat is dit voor een taalgebruik? Welke fucking verslaggever heeft dit geschreven? De hele zin is nog erger. Als minister voor bestuurlijke vernieuwing beweerde Alexander Pechtold dat de Haagse politiek veel vuiler en vunziger is dan mensen denken en dat ministers en hun ambtenaren vreselijker zijn dan wie ook. Achter elkaars rug om. Dat is geen correcte zin. Als ik de redacteur was geweest en een of andere verslaggever had dit ingeleverd, had ik gezegd, dat klopt niet. Die zin klopt niet. Wanneer we aannemen dat ministers niet liegen, sprak Pechtold, dus Alexander Pechtold, burgemeester van Wageningen geweest, de waarheid. Ik spreek niet eens de waarheid. En Pechtold wel? Ja, want die heet van pech. En die heeft altijd pech, dus die spreekt de waarheid. Jezus, mijn Christus. En dat gaat dan over verslagen over Ayaan. En wie is dan Ayaan? Is dat die...
Keniaanse vrouw? Je was ook er bij de VVD. Ja, ik vind het moeilijk om tegen jullie te zeggen, maar... Ook tegen God, hè? Want ik weet wel wat God wil. God wil dat wij niet wreken. Maar met deze soepzooi... Wat moeten we ermee? Het kost klauwen mijn geld. Niemand heeft een onderneming, want dat is gods onmogelijk. Je hoeft maar iets te gaan verbouwen en dan komt er iemand langs en die zegt... Joh, je loopt te verbouwen hier en we willen 40%. Ja, dan heeft het geen zin meer om te verbouwen. Ja, maar Nederland kan veel meer produceren dan het denkt hoor, want we gaan de uitkeringen verlagen. Nou, Nederland kan veel meer produceren dan jij denkt als we jullie en jouw familie en die hele clan en die, al die pausaanhangers die de tenen willen kussen van een onfeilbaar mens, we schieten jullie allemaal dood. Ja, dat mag niet, dat weet ik wel. Natuurlijk werk ik dat wel. Maar ik zal het wel leuk vinden. Gewoon als experiment. Wat zou er gebeuren als we... En wie is die Ayaan trouwens? Je hebt die Keniaanse vrouw. Die zat te zeuren. Die was ook in de VVD. Maar... Hirsi Ali. Ayaan Hirsi Ali. Somalië. Die was ook van de VVD. Dat is een Nederlands-Amerikaanse activist. Een feminist. Nou, hou er maar mee op. Ik heb geen enkel idee waar feminisme op gebaseerd is. Heb je het feminisme en het penisme? Nou, ik ben een penist. Hè? Ik heb een lul, ongeveer... Ja, moet je even meten. Ik ben een penist. En zij is een feminist. Ja, kom op. Laat zij en ik een avondje samen gaan suipen. Ja, maar ik ben wel een beetje niet alcohol drinkend, want ik ben Ayaan Hirsi Ali. Nee, je durft gewoon niet te drinken. Niet in het bijzijn van een camera. Ayaan Hirsi Ali. Jij homootje. Oh, er staat hier ook van, even kijken hoor. Zij ontving een internationale aandacht, zijnde een criticus van een Mohammedanisme en een advocaat voor de rechten en zelfbepaling van Mohammedaanse vrouwen. Actief heeft ze geprotesteerd tegen het gedwongen huwelijk, eerwraak, kinderhuwelijk en vrouwelijke genitale mutilatie. Zij heeft een organisatie gesticht voor het verdedigen van de rechten van vrouwen. De AHA
Foundation. Oh, dat zijn haar voorletters. Ja, de dus Ayaan Hirsi Ali. Dat is AHA. En zij is van de paus. Ik weet wat Ayaan Hirsi Ali heeft uitgefloten. Zij is van de paus. Ze heeft gewerkt in Washington D.C. Staat hier. Oh, en ze is ook nog lid geweest van de Council on Foreign Relations. Nou, dan ben je klaar. Ik hou niet van satanistische homo's. Maar ja, Hirsi Ali, wel. Gaat ze lekker in de CFR gaan ze zitten. Daar krijgt ze poen voor. Ja. Ah, je moet er maar blij mee zijn. Ik ben er op zich al wel blij mee, hoor. Ik hoef haar niet te doen. En mijn dochter was het nooit geweest. Ik had tegen hem, ja, niet dat mijn dochter veel beter is dan Ayaan Hirsi Ali. Ik had wel tegen mijn dochter gezegd, ja, nee. Wat een homo. En ze heeft nog samengewerkt met Theo van Gogh. In de film Submission. Een film die ging over het onderdrukken van vrouwen onder de fundamentalistische Mohammedaanse wet. Jezus. Het Mohammedanisme, dat komt van de fucking paus. Kijk, een christen zal nooit zeggen tegen zijn vrouw, je moet een burka aandoen, want je ziet er zo sexy uit. Ik wil je niet in je blote kont over straat laten lopen. Nee, want een christen heeft een vrouw en die ziet er zedig uit. Ook binnenshuis. En hier zie je dingen ze... Ayaan Hirsi Ali, die weet dat niet. Nee, we hebben een geloof nodig. Al die vrouwen, daar moeten een doekje overheen, want die weten zich niet te gedragen. Ja, christenvrouwen wel. Dat is een mooie afsluiting, net. Fijn dat ik het even heb gehad over Hirsi Ali, dus Ayaan Hirsi Ali. Hebben die bitch ook nog eventjes voor de bek gesmijten. Dank jullie wel voor het kijken. En wat fijn dat mijn Macintosh dit volgehouden heeft en mijn internet was niet goed, maar dat was waarschijnlijk die server. Of het was mijn woede. Dat het internet dacht van ja, Perry is zo boos. Ik ga lopen stotteren. Ik ben ook heel boos. Maar niet op jullie. Echt niet. Ik ben helemaal niet boos. Ik ben dankbaar. Dankbaar dat ik mag kankeren. Dat ik mag zeiken. Dat ik de waarheid mag spreken. Dankbaar. Dat is mijn middle name. Mijn tussennaam. En op zijn hamburgers moet ik afsluiten. Altijd belangrijk om daarbij stil te staan. Dat Duitsland, dat was een land wat in opstand kwam tegen de paus. In Engeland was dat ook al aan de gang, maar die Duitsers hadden de drukpers.
Duitsers zijn ook later geconstateerd dat ze heel veel uitvindingen hebben gedaan. En de drukpers, moving type op zijn Engels, verplaatsbare letters, bovenkast, onderkast, en de drukpers. Ja, look it maar up. Maar ja. Pak maar je lullige iPad. Maar dat waren die Duitsers. En Martin Luther heeft in 1500 en... Ja, en nu moet je me even vergeven. 1517. Die heeft gezegd, de paus is een lul. Dat was Duitsland. En omdat die Duitsers... niet dat Martin Luther de enige was die zei van de paus is een lul. Nee, dat had Wycliffe ook gedaan en Tyndale. Maar er was er nog niet een drukpers. En heel toevallig, in de tijd van Martin Luther in Duitsland, in Württemberg. En Martin Luther helemaal boos. Die heeft met een hamer, als het ware... Die 95 stellingen op de deur van de kerk. Genageld, gespijkerd. Ah, dat was het protestantisme. Ah, dan kwam de paus, die werd pislullig. En die heeft Dresden. Wij zeggen Dresden. Ik weet niet waarom, maar Dresden. Of Dresden, ja. Ah, dat macht nichts aus. Huh? Wir wissen, welke stad das ist. Dat is godverdomme echt gefirebombed. In drie keer. Door bomber Harry van de paus. Ja, Perry, niet beginnen over Dresden, want dan worden we maar gek. Ja, die gaat maar die doden herdenken. En wat denk je wat ze met Hamburg gedaan hebben? Ik kan niet zeggen, als Dresdens zag ik tjus. Aber als Hamburgs kan ik zagen tjus. En dag lieverds.